Yo, welkom weer een nieuwe video. We gaan vandaag weer de techniek van een abonnee bekijken, genaamd Rody. Rody heeft via mijn Instagram heeft die een videootje toegestuurd in bijzonder goede kwaliteit. Heb jij nou ook een oefening die je wilt laten controleren? Stuur hem dan maar naar mij toe. Maakt niet uit wat voor een oefening het is. Hier komt de video. Dit is Rody. Ik heb geen idee hoe zwaar Rody is. Hij voert in ieder geval de deadlift 3 keer 160 uit. En 160 kilo met, als ik Rody zo zie, vind ik dat gewoon echt wel een netjes gewicht. Net zoals de vorige keer laat ik jullie gewoon de video even zien. 3 reps, zodat jullie tegelijkertijd mee kunnen kijken. Oké, dus nummer 2. Goed, netjes beheerst. En daar gaat nummer 3. Hoppakee, omhoog. Mooi. Netjes op die matten zo, want je mag natuurlijk geen overlast veroorzaken als je geen eigen sportschool hebt. Helaas. Oké. Als wij naar de startpositie kijken van Rody. Een van de dingen die hij doet is zijn heup omhoog gooien. Vlak voordat wij hier gaan zien. En dan daarna de oefening starten. Dus hij gooit zijn heup een klein stukje omhoog. Zoals jullie hier zien. En hoppakee. Positief vind ik dat. Hij activeert zijn hamstrings goed op deze manier. En daar kan ik dus ook gelijk aan aflezen dat hij vaker deadlift. Dat hij dit al een langere tijd doet. Dat sowieso. Als we dan ook naar de startpositie kijken. Dan zien we natuurlijk de welbekende iets wat te bolle rug hier. Dit is bij lange na nog geen groot probleem. En dit is natuurlijk best wel, ja, 3 keer 160 is best wel een gewicht. We zien die rug daar wel iets wat aan te bolle kant. Ik zou hem net ietsjes vlakker willen zien. Maar goed, voor een, ik weet niet of dit een record is, maar voor een recordpoging kan ik dit begrijpen. Let er wel op dat je dit tijdens de training niet al te vaak doet, Rody. Welbekende hoofdpositie natuurlijk ook. Hij kijkt vrij ver naar voren, kijk een paar meter voor je op de grond en blijf daar naar kijken. Prima. Viel mij nog één ding op. Je haalt 6 keer adem. Zowel beneden als boven, zoals we zien. Rody neemt hij zijn tijd. Neem hap adem. Kom met een perfecte houding eigenlijk terug. Daar heb ik niks op aan te merken op de terugweg. En hier weer een hap adem en boven. Je haalt 6 keer adem. Als ik naar de eerste keer ademhaling kijk. Eens even kijken. Wij staan hier. Dan zien we dat hij via zijn mond een hele berg lucht verzamelt. Komt ie. Hoppakee. En we zien hier die hele dikke bolle wangen. Sorry Rody, niet lullig bedoeld. We zien hier die bolle wangen. Het is wel interessant dat je hier heel veel lucht beet houdt. En hopelijk hou je dat ook in je maag beet. In plaats van alleen in je mond. Let hierop dat je dit niet al te vaak gaat doen. Bij de andere 5 keer ademhalen doe je dit niet. Dus het kan ook gewoon toeval zijn geweest. Maar als je een video instuurt, dan gaan we hem natuurlijk wel millimeteren. Een ander interessant iets. Als jij nou meer uit je deadlift wil halen, Rody. Het teruggaan, zoals je ziet. Rody doet dit heel netjes. Hij neemt een hap adem. Hij gaat met een zeer vlakke rug. Hoppakee. Mooie rug. Zo zou je ook omhoog moeten gaan. Gaat hij naar beneden. Maar zodra hij voorbij zijn knie is, gaat hij in een bloedvaart gaat hij naar beneden toe. Hop, klap. En hij klapt in één keer op de grond. Daar is niks goeds of slechts mee, Rody. Sorry. Maar je kan er natuurlijk wel meer uithalen door in een moordend tempo gelijk naar beneden toe te gaan. Rody kan dit natuurlijk wel doen voor spiermassa doeleinden. Ik weet niet wat je doelstelling is. Maar als je je deadlift maximale uit je deadlift wil halen qua kracht, dan kan je die nog proberen te versnellen. Laatste interessante dingetje, de bodybuildersriem. De welbekende bodybuildersriem met de dikke achterkant en de smalle voorkant. De reden dat Rody dit waarschijnlijk doet is omdat hij geen andere riem heeft. Of omdat wanneer hij in de startpositie is, hier beneden, dan kan nog wel eens een officiële powerlift riem kan hier natuurlijk gaan zitten knellen. En dan begrijp ik best dat je een dunne riem aanschaft. Maar Rody, als je net weer wat extra's uit die deadlift wil halen, koop een nylon riem. Die zijn €1 of ik noem maar wat €20 of zo. Dan heb je toch wat meer raakvlak voor die buikspieren aan de voorkant. Al met al, prima lift. Prima lift. Hoppakee. Voor dit een interessante video, neem eens een kijkje op mijn kanaal. Dan kan je ook gelijk abonneren. Dit was Rem Schultz, dat is Ignite your fire and grow stronger.